Vandaag praten we in de gemeenteraad over de begroting voor 2018. Hoe we de 1,4 miljard aan belastinggeld en uw geld gaan uitgeven komend jaar. Als CDA gaan we proberen daar onze eigen aandachtspunten in te krijgen. Bijvoorbeeld voor het oplossen van de fietsparkeerproblematiek in de binnenstad. Extra fietsklemmen, parkeerplekken voor fietsers. Ook willen we iets extra's doen voor de ondernemers in onze stad, de winkeliers en de marktkooplui. Door daar extra in te investeren en tarieven laag te houden. En we willen investeren in het aanpakken van de openbare ruimte, zodat ook ouderen en gehandicapten makkelijk door de stad komen. Te vaak zijn er nog stoepjes of randjes die in de weg liggen. Het kost niet heel veel geld, maar het is wel belangrijk dat we dat gaan oplossen. Gaat het lukken vandaag in de gemeenteraad? Ik hoop het wel. Als CDA doen we in ieder geval ons best. Volg ons op Facebook en Twitter om te horen hoe het gaat.